Met de gemeenteraad. Deze college en aan het houden van de overplaats van telefonie in de Utrechtse gemeenschap inneemt. Want dat is in de vuist gezet door een bepaalde testcommunicaat van hier toe. Burgemeester. Dat we niet alleen een zaal gezet zijn, dat was een voorzet niet afgesproken. Nee, hij wil nu een keer maanden geleden, een nieuwe uitvater in de Bokal. We hebben zo'n actie gedaan met die straatnaamborden te verkopen. Hij heeft ook wel een aardige stuiver opgebracht. En ja, de valier, waar dat we toch wel soms plaats warm toedragen, die doet een actie rond de aanschaf of aanloop van de nieuwsgierigers. Maar dan moet hij straks zelf, maar moet hij aan de kant tot hier komen. Maar ik ga je eens terugkomen, Rafa. Ja. Maar zo dingen je te voelen, dus maken we wel reclame. Ja, wij zijn bezig, zoals jullie weten, in Nederkerken met een nieuwbouw. Twee van onze gebouwen, ons dagcentrum, de Kleintoetestraat, aan de Kleintoetestraat gelegen, en ook ons oud-regio aan de Oude Buitenstraat. Zijn eigenlijk niet meer op de noden van personen met een beperking. En wij zijn voor die twee vestigingen en nieuwbouw aan het realiseren. Aan de Schapenstraat, dat is volop bezig, wij hopen dat we kunnen openen. En daar willen wij ook de bewoners de mogelijkheid geven om veel te bewegen. En het programma blijven met de fiets, met de wielen. Van aantal zijn het niet, maar wel drie wielers en rolstoelfietsen, jullie zien ze waarschijnlijk ook in wel veel rondrijden en passeren en zwaaien. Dus daar drukken wij onze koekjes bijvoorbeeld om naar het werk van een kwijt te worden. En een actie beter wordt van we hebben al een kleine bijdrage. Het is een grote schip. Wij voelen ons heel welkom in Nederkerken en onze bewoners ook. Dus dat is super omdat we kunnen samen. Merci. Ja, dank u wel. Ja. Collega's, voor het verder verloop van onze gemeenteraad en van de raad gaan we eerst de eerste twee puntjes van de agenda van de gemeenteraad behandelen. We hebben op de vorige vergadering werd aangekondigd dat collega Steven Raam en Nijs heel goed geworden van de familie. Dat Raam en Nijs gedurende een drietal maanden niet aanwezig zal zijn op onze vergadering.
Zien? Op onze vergadering. De fractie van CD&D heeft voorgesteld over de opvolging van die plaats in de gemeenteraad gedurende de periode te laten innemen door Els Wets. Conform de voorwaartsacties die in de tijd na de verkiezingen werden uitgeschreven. Els, als ik u vragen mag. Ik heb ondertussen de tekst al. Anders zal het maar niet meer liggen. Ik zweer de verplichtingen om mijn mandaat trouw na te komen. Op diezelfde. En wat mag je weten als u zo gaat? Ja, collega's, en het tweede puntje op de agenda is dan de rangschikking, de rangorde van de raadsleden. Dus Ernst heeft automatisch daardoor de laatste plaats in de rangorde van de raadsleden van de gemeenteraad. Er moet iemand achteraan in de groep zijn. Dat kan alleen maar verbeteren. Ja. Collega's, dan hebben wij de agendapunten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dus. Verontschuldigingen? Nee, tenzij. Ben je niet van Ben? Ah, nooit, hè? Je zit in ons vak. Nog niet. Als eerste punt, collega's, hebben wij de installatie van Els. Als gemeenteraadslid is zij automatisch en van rechtswege gekoppeld van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. We nemen daar akte van. Ja, ik wil u daarmee ook zien dat de volgende vergadering doorgaat op 25 mei. En de notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot bemerkingen of vragen. Is het oké? Is het goed? Collega's, dan hebben wij het puntje 3 over de deontologische code voor mandatarissen. Dat is een puntje dat gemeenschappelijk is van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de gemeenteraad. Jullie hebben het dossier kunnen inkijken.
Het is dus een, ik weet dat nu Bernie aangeeft dat een deontologisch, dat er een raad moet samengesteld worden, deontologische raad, en wordt ook gezegd in het decreet hoe die moet samengesteld zijn. Dus elke fractie moet daarbij één persoon aanduiden met een mogelijke plaatsvervanger. Bij een eventuele vergadering van die deontologische commissie is het natuurlijk het effectief lid dat aan de vergadering zal deelnemen. Aan de afwezige Tim wilde ik nog zeggen dat wat zijn geval betreft, dat iemand die op een fractie die één enkele persoon staat, mag iemand van een andere fractie aanduiden of niet. Het mag. Dus, maar ja, we moeten toch op een of andere manier moeten duidelijk maken. Collega, ik mag dat naar je. Ja, dus. Stap u met toe, voorzitter. Want, wij hebben ook vanuit onze fractie eigenlijk een voorstel tot amendering op deze tekst. In die zin, want ik heb het werkstuk is goed doorgenomen voor onze fractie. Want dat is een, naar mijn mening en voor iedereen van ons samen zijn hier, een heel belangrijk werkstuk. En als wij ons niet aan onze code houden, kunnen wij, ja, bij manier van spreken gestraft worden. Het is belangrijk dat wij weten hoe dat gebeurt. Ja. Nu, ik heb het werkstuk is doorgenomen, dat is een eigenlijk stuk. De deontologische code bestaat inderdaad al van 2020. Maar het gaat meer specifiek over de installatie van een deontologische commissie. Commissie, ja. En die toezicht, of toezicht houdt op de naleving van en de handhaving. Als, als die dan gaande een klacht zou ingediend worden. Nu, ja. Oké. Okay. Artikel 8.1, de raad richt een deontologische commissie op. Artikel 8.9, de commissie is bevoegd voor het formuleren van een gemotiveerd advies aan de raad in geval van vermoeden van een schending. En de commissie is ook bevoegd in het bijsturen van de code, indien nodig. Indien nodig, ja. Ja. Maar dan lees ik onder artikel 8.15, wanneer de raadsvoorzitter en de algemene directeur besluiten dat de melding onontvankelijk is, dan is er geen melding. Ja. Waarom wordt er dan een algemene, waarom wordt er dan een deontologische commissie opgericht? Aan zich. Beste quiz. Wat zult u moeten vragen aan de mensen van het Vlaams parlement, welke dit decreet en een uitgelegd en goedgekeurd. Dat is nu eenmaal, dat is nu eenmaal een methode die ze daarbij hebben vastgelegd om te verhinderen dat die commissie uiteindelijk het voorwerp is van misbruik of verwachtelijke misbruik, ik weet niet wat. Maar in elk geval, dat heeft blijkbaar toch wel. Dat we zeggen, zeker wij willen houden in dat geheel. Ik zeg, maar nu zeg je mij, het document zoals het hier ligt, dat is niet iets dat wij opgesteld hebben. Dat is ons voorgevormd vanuit het Vlaams parlement. Dat is correct. Ja, maar nee. Artikel 8.15, paragraaf 1. Ja. Hebben jullie dat opgesteld? Of is dat van behoorlijk? Aan de basis van het is het verbond van Vlaamse steden en gemeenten. Dat ligt aan de basis staan. Maar is dat bindend? Hebben jullie daar een zekere vrijheid in om dat zelf in te. Maar ik heb het eerlijk gezegd, niet op. Is dat? Ja. De decreet zelf is vrij beperkt met artikelen. Er zijn maar één artikel waar een stukje in bijgevoegd. Dit is opgemaakt op basis van het ontwerp van de deontologische code die de VGC heeft voorgesteld. Dan zouden wij graag een amendement daarop indienen dat de deontologische commissie, als ze dan toch te leven wordt geroepen, dat de deontologische commissie dat beslist. Anders is dat een koffiekrant, hè? Ja, ik heb dus decreet zegt enkel dat het de gemeenteraad is om de OCMB-raad die eigenlijk beslist wat, welke melding ontvankelijk is en welke niet, om welke redenen, want dat staat niet in het reglement, zo gedetailleerd is er niet, maar ook wie dat daarvoor bevoegd is. En ons amendement is inderdaad, zoals Chris zegt, van wij vinden het een beter idee dat de commissie toch uit een lid van elke fractie bestaat, dat die niet alleen over de gegrondheid van de melding beslist, maar ook over de ontvankelijkheid van de melding. Dan heb je toch een. Dat
elke fractie, daar, elke fractie in feite, daar eigenlijk een standpunt over kan innemen. En dat dus elk lid eigenlijk kan samen een beslissing kunnen nemen, zowel over ontvankelijkheid als over de kwaliteit. Ik neem achter van die vraag. Ik stel gewoon voor dat wij tegen de volgende gemeenteraad de deontologische commissie samenstellen. En dat wij, of ik als voorzitter van de commissie, die commissie bijeenroep en dat de commissie het punt dat jullie hier voorleggen, en dat punt door de vertegenwoordiger van uw fractie daar meteen wordt ingebracht en dat het daar wordt besproken en dat er van daaruit dan een of een voorstel naar zijn ingebracht wordt. Wij hebben anders, als je dit leest, hebben we problemen van in het begin. Als je de deontologische commissie over een ontvankelijkheid laat beslissen, dan is dat één veel meer gedragen. Moest ik aangeklaagd worden voor een of andere mal, iets dat in aanmerking komt op de deontologische code. Ik zou mij meer op mijn gemak voelen moest ik weten dat de fracties van andere collega's hier dat beslissen. Een andere zaak, u bent voorzitter van de gemeenteraad. Stel dat u iets te lastig gesmeten wordt, dan kan het al niet doorgaan. Heb je dat gelezen? Wat zijn de vervolgstappen? Maar hij moet wel beslissen. Dat kan perfect. Ja, hoezo? Kan perfect, kijk alles goed aan. Ik heb alles goed nagekeken, maar het is de voorzitter samen met de algemeen directeur die beslist over de ontvankelijkheid. Ja. Wat gebeurt er in het geval als de voorzitter bijvoorbeeld aangeklaagd wordt? Ja. Dan die andere paragrafen staan er wel, maar er staat niet wat er te volgen als het in het geval valt. Nee, Chris, voor dat soort zaken, je kunt natuurlijk in een reglement, kunt jij zodanig veel dingen voorzien en bepalen en opnemen, de wijze dat elke eventualiteit die zich ooit zou kunnen voordoen, dat daarop een antwoord is. Dat is juist. Als de voorzitter zich die dan gaan we zo misdragen, als dat zou gebeuren, of als u van oordeel bent dat het is, dan kan dat zeer gemakkelijk in de deontologische commissie besproken en aangehaald worden en kan men kennis nemen daarvan in de gemeenteraad en kan daarover in de gemeenteraad gedebatteerd worden. Maar op voorhand van zeggen, die zal zich misdragen of die zal zich niet misdragen. Kijk, laat ons eerst de eventualiteit discipline, laat ons eerst dat even opzij houden, laten we eerst de deontologische commissie gewoon samenstellen en dat van daaruit alles problemen zijn dat het naar de gemeenteraad kan komen. Voorzitter, staat u me nog even toe. Ik beschuldig niemand, ik ga nergens van uit, maar we zijn hier bezig met het in kader niet van een nieuw door het DLB opgelegd feit, namelijk het opstellen van een deontologische commissie. Ja. Als wij nu al kunnen vermoeden, en we gaan naar tijden waarin het moeilijker wordt te kijken naar wat zich in het vangstwarement aan het spelen is. Hè. De mensen worden kritischer, de burger wordt kritischer. Wij stellen ons bloot aan veel meer feiten. Ja. Terechte. He, ik stel dat ook maar vast, dan moeten wij ons inblikken en iets goedkeuren. Want dan gaan we weten dat er diaten zijn of dat het niet vallen komt. Dat is op voorhand mogen zijn. Daar gaat het over. Ik beschuldig niemand. We willen iets goedkeuren waarvan we weten dat er gaten in zitten. Ja, maar kijk, dat waarvan je weet dat er gaten zijn, je kunt altijd gaten krijgen. Je kunt altijd gaten krijgen. En laten we zeggen, iemand van iets bedenken, beschuldigen. Of en in een bepaald daglicht stellen, dat is zeer gemakkelijk. Wij hebben tot nog toe, wat dat betreft, in de gemeenteraad van Nieuwkerken, tot nog toe, zeker met wat niet te klagen gehad, wat ooit aan de schandpaal werd gezakt, heeft nooit gevolgen gehad. En laten we dus niet beginnen met, dat we zeggen, een mogelijke intentie van ondernemen. Wat doen we op het TV? Nu reeds als een geval te projecteren om te zeggen, we gaan dit of dat moeten voorzien. Als dat inderdaad zich voordoet, dan zal de deontologische commissie daar in alle openheid en alle eerlijkheid kunnen over debatteren. Ja, dus de kwestie goed van het eventueel naar de commissie te doen, alleen is het probleem dat de OCNW of de gemeenteraad over dat reglement wel moet stemmen. En dat is ons voorstel begon van die 8-15 daar die wij kiezen, maar dat is dat toch niet naar de commissie. Als de commissie een voorstel doet, dan bepaalde aanpassingen in orde gaan aanzien. Dan moet dat sowieso naar de gemeenteraad komen en zullen we eventueel het reglement aanpassen. Mag ik eventueel punten verdagen? Nee.
We gaan dat niet verdagen, Kijk, laten we in alle duidelijkheid zeggen. Als er intenties zijn, mevrouw en meneer. Om wat dat betreft. En dan moet gestemd worden. Kijk, luister, goed, dan stemmen we erover. Oké? Uw voorzitter vraagt van de roepen te stemmen. Wie gaat dat doen? Nee, wat? Met een stemming? Het amendement moet ook gestemd worden. Ja, vooraf. Ja, vooraf. Dus, eerlijk gezegd, er zijn wel een paar belangrijke punten aangehaald. Mag ik dat eens nader onderzoeken? Ja. Duidelijk dat het moeilijk is. Ja. Hey, als je dat respecteert, voorzitter, dat is dan wel een eerste ding van uw gemeente respecteren ook. U wordt boos. Ja, ik word niet boos. We gaan een commissie vormen en wij beginnen al. Maar daar gaat het niet om, dat weten wij. Het gaat om een lachter in de kukkelenkampen bepalen. En dat met commissie, dat is dan al gelijk. Twee mensen. Wij beschuldigen niemand. En wij willen niemand zeggen van wat als enzovoort. Maar heb toch een beetje respect ook voor uw gemeenteraad. Maar respect voor de gemeenteraad? Ja. Maar laten we om te beginnen het vertrouwen dat de gemeenteraad in zichzelf nog hebben, laten we dat vertrouwen ook een keer klaar en duidelijk maken. Maar u wilde iets zeggen, secretaris? Ja, we moeten toch wel ook wel stel of gezegd naar artikel 8.3, paragraaf 1, waar dat staat dat er voorstelling. De vraag van Chris, iemand in de groene al in de procedure zit, dat daar verder op staat en op de lijn, daar is geen procedure, en we zijn niet op de regelkamer. En zeker is daar geen issue. Maar dan nog, ons voorstel is gewoon: kijk, past 8.14 aan naar in plaats van voorzitter en algemeen directeur naar de commissie. Dat is ons voorstel. Laat op stemmen. Zijn jullie als meerderheid het er niet mee eens? Ja, dan moeten jullie daar maar tegenstemmen. En dan stemmen jullie op een nieuw voorstel voor. Dat is het enige dat ik gevraagd heb, weet je. Dat wij mogen dat vragen. Dat belangt ons allemaal hier aan. Dat is niet van met getrokken mensen te zitten. Ja, maar dat is de tiende keer. Ik zie hier niet als meteen als marionet van de technologie. Gewoon meteen bewaren. Dat gaat duidelijk zijn. En punt 8.3 zegt het volgende. Gaat het om een mogelijke schending van de code door de voorzitter van de commissie, dan wordt de voorzitter tijdens de hele procedure vervangen conform artikel 7 van de paragraaf 5. Ja, dat is de voorzitter. Dat was mijn issue niet. Mijn issue was gewoon, als we dan toch een commissie oprichten, waarom kan die commissie gewoon niet bepalen of dat het ontvankelijk is? Waarom moet dat in dat 8.15? Ik heb de rest ook wel gelezen. Als de voorzitter sprake komt, zijn er andere procedures. Oké, tabula rasa. Maar we spreken over 8.15 paragraaf 1 en onze amendering zou zijn, waarom kunnen we dat niet overlaten aan de deontologische commissie, als het nog opgericht wordt? Dat is het enige dat gevraagd wordt. Dan gaat het tot de basis naar de deontologische commissie. Ik denk dat dat wel een belangrijke discussie is, want de deontologische code, dat is geen potje papier. Ik denk dat we twee mogelijkheden hebben. Er is een amendement, is er ingediend, maar wat ik heb, is wat er aan de lucht liggen op de ingediend. Maar ofwel vertalen we de voorbereiding, ofwel schorsen we even en gaan we dan. Maar als een amendement, vind je toch niet een amendement indienen op een document dat voor ligt? Jawel. Mag ik eerst uitlaten? Als de tekst goedgekeurd is, dan kunnen amendementen op die tekst voorgesteld worden. Nee. Want je moet amendementen eerst stemmen en dan pas de tekst. Uiteindelijk vragen jullie een nieuwe redactie van het reglement. Oké? Okay. Wel, luister. Je krijgt een nieuwe redactie van het reglement. Er zal contact genomen worden met de GVSG wat betreft dat reglement. En dan komen we op een volgende gemeenteraad daarmee voor te pinnen. Is dat duidelijk? Is dat duidelijk? Ja, dat is er daarover geen misverstand meer? Nee. Ja, maar Chris, ik heb een vraag gesteld. Is er niet op punten, daar is geen misverstand. Ik vind mij niet op, maar ik zou, wat ik niet zou willen, ik wil daar in alle duidelijkheid over praten, wat ik niet zou willen, is dat altijd maar verdachtmakingen en insinuaties geformuleerd worden die achteraf op niks hebben en die alleen maar schade geven. Meneer de voorzitter, mag ik u wel duidelijk maken? Ik laat mij niet beschuldigen van verdachtmakingen. Ik vraag gewoon dat bij het begin van het opzetten van een commissie, had ik graag wat meer verduidelijking over die nachtwijziging. Dat is toch niet verdachtmaken? Dat is verdorie vragen waarom ik dat vraag.
Oké, goed. Als hier een vraag stelt, is het bekend. Ik heb een duidelijking vragen, Chris. Is dat duidelijk? Oké. Is dat duidelijk? Alsjeblieft. Ik weet dat je dat natuurlijk mondeling op de gemeenteraad ook kunt tussenkomen en vragen om daar aanpassingen te doen. Dat is, ik denk dat het natuurlijk voor de goede gang van zaken wel interessanter zou zijn dat er vooraf, al is het maar een dag vooraf, het toegeeft welk het amendement is, en dan kan dat in terdege nagekeken worden, dan kan dat puntje op de gemeente van Brugman eens doorgeven, en dan kan dat, zoals er een heel blokker, passeren, denk ik, maar op dit ogenblik, dat regiment tijdens de gemeenteraad er al over te praten. Maar zitten we hier toch op over dingen te praten, er zit niet toch niet gewoon voor ja te knikken. Maar ja, we zitten hier toch echt wel over dingen te praten. Ja, de dingen kunnen belangrijk zijn en niet belangrijk zijn. Allee. Die deontologische code die is er, en ze vragen nu vanuit de LB uit van oké, iets voor dat implementeren, dat te controleren. Dat gaan we ons allemaal aan, ik doe dat niet voor hier aan mok te maken of een beetje belangstelling te kweken. Ik zeg gewoon, dat kan betekenen worden, beter op de gemeenteraad doorpasseren, dat zou nu veel gemakkelijker zijn en veel discussie. En het gaat over twee woordjes in één artikel. En ik vind het wel duidelijk dat dat hier niet op een normale manier kan. En het decreetlokaal bestuur, de regels zijn er, we hebben het opgezocht. We kunnen dat perfect hier mondeling vragen. Het gaat over twee woordjes. En daar zijn ook geen insinuaties gemaakt. Eigenlijk had hier geen commotie over hoeven te zijn, in mijn ogen. Nee, dat is inderdaad juist. En dat was zeer gemakkelijk gekund, want men op voorhand gezegd, kijk, kunnen we dat eerst even over praten als boord dat we dat in de gemeente hebben. Ja, dan moet ze op een gemeenteraad niet doen. Dat moet ze moeten doen achter de school. Oké, goed. Ja, Jolie. Misschien zal dat slecht zijn dat dat een punt zou zijn voor de raadsvoerders. Dat is mijn eigen excuseer. Jolie, jij zegt wat ik voorgesteld heb, maar dat... Maar, nee, want je hebt gezegd, ik moet naar de commissie, maar de deontologische commissie beslist. Ja, heren, het puntje 3 is uitgesteld naar een volgende vergadering. Puntje 4, over de renovatie van de groenwoningen in de Bakkerijstraat. Rita? Ja. Ja, het spijtig is, moet ik zeggen, dat we op de samenwerking met de regio gestopt is, omdat... ja, er zijn een aantal drastische wijzigingen die zouden moeten gebeuren. Er zijn ook klachten gekomen. En er zou dus een drastische wijziging moeten gekomen zijn. Wij gaan dan in plaats van 6 naar 7 noodwoningen zouden, maar naar 3 en 4 kunnen gaan. Dus ja, wij hebben die samenwerkingsovereenkomst stopgezet. En dan met het akkoord van de diensten en het college. Jullie hebben gezien dat wij tot op heden toch wel een duur bedrag betalen hebben. Maar ja, dat is er niet eenmaal, want wij hadden dat ook niet verwacht. En ja, ik vind het een hele spijtige zaak dat daar zoveel commotie rond gemaakt is. Hier niet, maar het is anders. Ja, wij moeten ons huiswerk hermaken en zien dat wij tot nog aan onze woningen geraken. Want dat is inderdaad... noodzakelijk dat wij meer noodwoningen krijgen als we zien hoeveel mensen dat wij daarmee kunnen helpen. Voor de rest hebben jullie tot hier denk ik ingekeken in de bedragen enzovoort. Maar ik wil heel anders nog vragen als we dat ze nog zijn. Zijn er vragen over? Ja, bij die? Ik heb verschillende vragen in dat dossier. Ja, dus het was een project van de gemeente voor de bouw van 6 noodwoningen op de Bakkerijstraat. Ja. Om twee redenen voor het project van dit hele afvoering moet. Eén, dat is de zaak om ze op vergoeding daarin te zijn. En twee, omdat het een neerpunt zal zijn om het project van de 6 naar 3 à 4 noodwoningen te gaan. En dat is mijn vraag, want ze analyseert wat nu meer kost is en hoeveel dat dan bedraagt. Nee, zover zijn we nog niet. Daarom zijn we aan het uitzoeken van wat gaan we nu verder doen. Wat gaan we doen? Gaan we ergens anders zien of dat we daar noodwoningen kunnen maken? Gaan we daar
financieel plaatje en een materieel plaatje daarvan. Maar we zijn daar nu mee bezig om dat te onderzoeken. Ja, ik heb het wel. Dus je hebt een samenwerkingsovereenkomst met Hageland, ook in met een architect, dat wil zeggen. Je beslist nu om beide overeenkomsten volledig stop te zetten, waardoor ik ook verwekingsvergoedingen moet betalen. Dat stond nog niet begroot in het dossier. De beide, ook al die van de architect had gezien, daar stond nog niks voor in. Maar ja, is er gevraagd geweest aan Hageland, van kijk, wat is dat projectuur in de stukken naar 3 à 4, van moeten we dat nog veel meer betalen en gaan we eigenlijk kunnen toekomen met de budgettering dat we tot nu toe gezien hebben. Dat is niet onderzocht geweest. Ik vind dat ook heel spijtig, want dan zou ik dat project niet zomaar afvoeren. Dus wij moeten, er zijn heel veel klachten van de publiek geweest. Voordat het project werd ingediend, is er met de omwonenden een overleg geweest en al geluisterd naar wat dat in bezorgdheden waren. Ja, dat wordt ook gedaan. Ja. Dan staat er, ja, sinds de opstart van het dossier zijn er verschillende noodwoningen ingericht en verhuurd. Dus extra noodwoningen ergens anders gecreëerd. Waar zijn die gecreëerd en over hoeveel? Dat is in de gemeenteraad geweest. Hè. Wij hebben van Providentia hebben wij in de sociale flats op de verloren kost hebben wij de noodwoningen. We hebben dat hier gehuurd op de gemeenteraad. En we hebben dan nog eentje in de Rosdalen. Dat is van Providentia. Ja. Ah, ik heb begrepen, of ik weet niet of dat waar is, ik heb dat gehoord, dat de serviceflats, dat die soms ook gebruikt worden als doorgangswoning of de noodwoning. Nee, de serviceflats wordt nooit gebruikt als noodwoning. Wij hebben daar een flat dat we vrijhouden, maar dat is voor een noodgeval. Dus ik bedoel, een brand, mensen die je ergens direct nood opvangen, waar dat de verzekering nog niet komt. We hebben dat ooit voorgehad met die brand in de fabriekstraat. Daar hebben wij dan die mensen opgevangen in een van die plaats die op dat moment. En op dat moment hebben we gezegd, wij moeten zien dat wij hier een noodvlak hebben als er iets gebeurt. Want de verzekering die komt op zandel en dat ze die zeggen dan van ja, je wordt een hotel of genoeg, weet ik niet wat. Maar ondertussen moeten die mensen slapen. En dat is het vlak dat we vrijhouden voor het noodgeval. Maar geen noodvorming. Dat mag ook niet. Wij zouden onze subsidies kunnen kwijtraken als we dat doen. Of niet. Ja, ik ben toch voorstander van als er toch al meer dan 100.000 euro geïnvesteerd is in dat project en dat bedrag nog gaat oplopen, dat er toch niet meer kost om het project te herleren. De bezwaren van de omwonenden, ik heb het begrepen, dus het project was gewoon te groot. Het was 3 bouwlagen, dus daar zijn de mensen het niet mee eens. Hè. Dat wordt dan soms gereduceerd worden naar 2 bouwlagen. En er zou wat meer plek moeten zijn over ruimte, dus wat fietsenstallingen enzovoort. Dat zou moeten voorzien worden. Maar op het gebied van bijvoorbeeld lawaai enzovoort, daar is er wel, dat argument van de omwonenden is bijvoorbeeld niet weerhouden geweest. Dus in mijn ogen denk ik wel dat het nuttig zou zijn dat die leerkost wel berekend wordt om het eventueel wel te bekijken of er 3 of 4 toch kunnen gecreëerd worden. Want voor ons, en ik denk dat dat in de campagne destijds ook gezegd is geweest, er zijn te weinig noodwoningen in Ledenkerken. Er is een enorme vraag, het aantal daklozen stijgt ook. Dus allee, we moeten die mensen nu altijd naar Aalst of naar Brussel doorverwijzen. Dus die worden wel een hoofd aan. En ja, het is al jaren dat we zeggen ze moeten gecreëerd worden, maar alle hoop op dat project eigenlijk gezet. Ik ben ook een beetje ambitieus op die locatie, maar ja, niet zeggen van kijk, we gaan niet bekijken en gaan gewoon wat het ons zou kosten om het van te reduceren naar de profiel. Ja, dat vind ik wel een zeer spijtige zaak. Ik heb daar ook gevraagd aan Hageland en aan onze diensten, hé, van kunnen wij dan niet verder gaan? Maar zij hebben ons gezegd van het gaat altijd afgekeurd worden. Het gaat altijd nog, wij hebben daar ook, we hadden gezegd van dat we de parking van daar echt over konden gebruiken en zo. Dus, en ook dat de buren toch zouden blijven klachten indienen. En zij hebben gezegd van, allez, dat is de raad dat ze aan mij gegeven hebben en ook aan het college, hebben ze gezegd van ik zou het niet doen. Want wij hebben in Ledenkerken nog een precedent gehad met die dingen en dat heeft meer dan 3 jaar geduurd. Dus ze hebben mij de raad gegeven van dat niet te doen. Maar ik wil dat nog altijd eens onderzoeken, maar dan moet bijna zeker zijn als je dan zegt van we gaan het doordoen, dat het dan toch wel opgekeurd wordt en die zekerheid hebben we niet. Ja,
Wat gaat er van het pand gebeuren? Die blijft dan de NLOI. Dat blijft de NLOI. Ja. Ja, nee, nou namens onze fractie ons op dat punt toch wil onthouden. Dus dat is alleen omdat wij geen zin hebben. Ja, bestemming. Ja. Ja, uiteindelijk stemming over het stopzetten. Dan is het alternatief goed. Wie is er akkoord dat die renovatie stopgezet wordt zoals met HVL aan het verleden gekomen is? En waarbij dat er dan gezocht wordt naar een alternatief en ondertussen blijft het een LOI? Ja, ondertussen blijft het een LOI. Oké, wie is er met die ingang van zaken akkoord? Wie is niet akkoord? Onthoudingen? Dan de samenwerkingsgroep, puntje 5, de samenwerkingsovereenkomst, de regionale dienst gezinszorg. Rita? Ja. Ja, dat is de samenwerkingsovereenkomst dat wij hebben opgesteld om de mensen, ja, het was weer weer, de mensen hadden ons weer weer, maar ook gezegd van onze bevolking die behoort aan hulp, gezinshulp. Kan op dit moment niet bediend worden. Er zijn sectoren waar dat wij al jaren in overeenkomst mee hebben voor ons archief en onze schuldenmiddeling. We hebben dus ook het gezinszorg die ook werkt in de Roosdaal internat, maar in die kerken ook niet. En in de samenwerking in overeenkomst met de welzijnsgroepen om de mensen die er nood aan hebben, wat meer service te kunnen bieden. Vragen? Iedereen akkoord? Dan het reglement van de schoolkansenpas. Rita? Ja, dat is een gelijkstelling van met het vrije tijdskompas. Dus 25% betalen de ouders, 50% betaalt de CW en 25% betaalt de school. Een tweede verschil is dat we het plaats van voor 1 jaar, dat we het nu voor 2 jaar gaan doen. Omdat dat veel minder administratiewerk inbrengt voor de scholen. Dus wij passen dat aan elkaar aan. Zowel het vrije tijdskompas en de schoolkansenpas zijn nu op dezelfde wijze voor 2 jaar en 25% voor de ouder. Dat is het enige verschil, de termijn van 1 jaar en 2 jaar. Om wat minder administratieve rompslomp te hebben. Vragen? John? Dank u, voorzitter. Eerst en vooral zou ik willen zeggen, alvorens ik mijn vraag stel, collega Rita, dat de vermelding van 2 jaar nergens te lezen is. Ik ben net zo. Ah, nee? Ik dacht, dat is nog niet. Maar goed. Ja. Dus eigenlijk bepalen jullie dossierpunten wat dat de termijn zal zijn. Ja, het valt wel beslist wat de termijn is. Wij hebben afgesproken, ben ik. We hebben afgesproken van de vrije tijdskompas is ook voor 2 jaar. En dus wij zouden ook de schoolkansenpas aanpassen aan de vrije tijdskompas om dat ook voor 2 jaar te doen. Dat enkel vermeld, als ik even mag, ja. Dat de geldigheidstermijn in het nieuwe reglement jaarlijks bepaald wordt door het pasbureau. Maar het cijfer 2 staat hier. Het is dat als, het is gewoon. Dus dat moet dat aangeven. Het is zo dat inderdaad, tegen het algemeen over de 2 reglementen, respectievelijk nu de intentie heeft om voor 2 jaar te gaan. Ja. Dat is iets flexibeler ingeschreven. Stel nu voor dat je na volgend jaar in 2 jaar ziet van oké, eigenlijk kunnen we terug naar 1 jaar gaan, kan dat jaarlijks aangepast worden. Ja. Elke keer moeten we opnieuw, altijd weer opnieuw naar de raad gaan om telkens ons reglement aan te passen. Dat is eigenlijk de intentie van het reglement. Dus dat 3 jaar, dan naar 3 jaar. Ja. Maar het is wel dus aangepast voor alle 2, het vrije tijdskompas. Ja, naar de schoolkansenpas, dat het dus altijd aan elkaar aangepast wordt voor 2 jaar en ook met dezelfde verdeling van de taak.
Ja, we kunnen bevoegdheid overleden van gemeenteraad naar de gemeenteraad. Zijn er nog vragen? Nee, maar ja, voorzitter, kan dat dan aangepast worden en vermeld dat het over 2 jaar gaat? Ik wil niet dat de bedoeling van het college en te passen door op het vervolgens de rol daarin. Ja, maar jullie hebben toch, als wij dat nergens lezen en nu gast. Ja. Eigenlijk is de bedoeling dat flexibel is. Maar nu is de intentie voor de eerste maal om dat voor 2 jaar te doen. En dan gaan we zien, na 2 jaar is dat. Is dat doenbaar of niet doenbaar? Gaan we terug van 1 jaar of misschien kan dat van 3 jaar worden? Dat moet dat plotseling terugkomen. Maar die intentie is voor de komende 2 jaar. Oké. Gaan jullie uiteindelijk vragen jullie stemming of zijn jullie akkoord? Ik zet het woordje uit. Oké, daarmee zijn de puntjes van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn afgehandeld. En kunnen we teruggaan naar de punten van de gemeenteraad. Ja, wat de mededelingen betreft. Ik denk dat je hebt gezien welke noten we hier allemaal werden voorgelegd. Ik mogen er de aandacht op vestigen, Casper, dat je hebt dat waarschijnlijk kunnen zien dat de bemerkingen die u in de tijd gemaakt hebt op de noten van de vergadering van 16 februari, dat die redactie aangepast is. Ja, dat is nog iets vandaag gekregen. Ik heb daar vandaag nog met voorhand, aan het algemeen directeur, nog eens de vraag gesteld wat het antwoord nu juist was. Dat hoor ik regel waarvoor dank. Ik wil het anders zien, het is aan de toelichting die. Ik had het wel al gelezen, maar ik wou de toelichting. Die stond er niet bij, het stond gewoon. Het zinnetje was inderdaad veranderd, dat had ik gezien, maar de toelichting staat er natuurlijk niet bij, die woord nog. Maar het staat u vrij om ze nog eens te vragen. Waarom in de. En heeft u de passende toelichting gegeven? Hij heeft doorgestuurd wat dat Vlaanderen zo gestuurd heeft. Dus, ja. Het gebeurt in volle trouw. Dat zal er juist zijn. Ja, nee, het komt er eigenlijk op neer. Dus dat is eigenlijk zelf een beetje verbaasbaar dat er een algemeen onthouding was. Maar dat het voor dit specifiek deel, omdat het over de kerkfabrieken gaat, dat je eigenlijk een termijn van 100 dagen hebt, dat je er moet tegenin gaan en anders geacht wordt door te gaan. Ja, ja. En aangezien dat onthouden, zijn we niet tegen, dus we gaan doorgaan. Maar het is nog voor zegt die maat geen problemen? Nee? Oké. Dan het volgende puntje. Puntje 4 is er al eveneens uitgesteld. Dan hebben we de puntjes 5 en 6, waar de onverenigbaarheid voor het uitoefenen van dat mandaat dat we tegenwoordig hebben in de gemeente op de algemene vergadering van TNBW en TNVS door Kwetja. De onverenigbaarheid, iemand anders moet aangeduid worden. Het is, dacht ik, Tarry die zo in de plaats komen. Weer maar dat iedereen daarmee akkoord gaat. Puntje 5, Carrie, algemeen akkoord. Puntje 6, Carrie, eveneens, algemeen akkoord. Ja, ik dank u. Dan het puntje 7. Samenwerkingsovereenkomst met klimaat. Punt Pajottaland. Burgemeester. Dankjewel. Met dit project is de bedoeling van zoveel mogelijk mensen aan te sporen om hun woning energiezuinig te maken. We doen dat al sinds 2018. Maar nu is dat een hot topic, als ik het zo mag noemen. Ik heb de cijfers even opgevraagd in 2018. Gezinnen aan deelgenomen, 19 over, 20 ook, 21,5 en in 22, 9. En nu met de energiecrisis en de hoge
is de bedoeling van dat zeker uit te rollen. Dus het project is even toegelicht. Het is de bedoeling dat het klimaatpunt een scan komt doen van uw huis. En u komt zeggen van kijk, hier kan je winst maken, dus die van energie bezuinigen. Dan gaat die door de opstelling, dat zijn de basis die je kan doen. Dat is het zien is, en daar kan je die halen. En wij steunen de mensen door daar, ik geloof, ik heb €100, dus de totale kost is €350 daarvan. Wij zouden €250 bijdragen, excuseer. En wij vragen aan de mensen zelf €100, is dat een 4G-belwoning, is dat €150. Als zij voldoende werken uitvoeren om die woning energiezuinig te maken of zuiniger te maken, krijgen ze ook dat terug. Dus als je denkt van mijn woning kan energiezuiniger, is dat absoluut een goed project om op in te stappen. Het is zo dat wij dat per 10 stuks contingent moeten aankopen. Dat doen wij ook. En als we zien van er is een tekort, dan komen wij gewoon terug naar een contingent. Vragen? Algemeen akkoord? Ik dank u. Puntje 8. Het is gelijklopend. Het is gelijklopend, behalve dan dat dat specifiek op een wijk zal gericht worden. Om de mensen te motiveren, om de groep te motiveren. Als de buur dat doet, en de anderen ook. Plus het extraatje daar is dat er een drone over die bepaalde wijk zal vliegen. En als we een scan maken van waar is er hier energieverlies, dat moet dan niet in de zomer gebeuren, maar in de winter. En op die manier ook met een paar infovergaderingen in die wijk, zoveel mogelijk mensen aan te sporen om daarin te doen. Dat zijn zulke principes op de gekomen is. Algemeen akkoord? Ja? Een soort van collectieve scan. Nee, het is een scan per woning. En jij kan dan gaan informeren van is mijn woning, kan ik die energie zuigen? In de winter zie je het sowieso. Als de sneeuw niet meer op je dak ligt, dan heb je verlies. Misschien een platte. Algemeen akkoord ook, ja. Dan de raad van bestuur van de woonmaatschappij Providentia. Er moeten twee personen aangeduid worden. Wij hebben maar één mandaat, maar men heeft gevraagd van zowel een man als een vrouw naar te beschuiven. En ik dacht dat vanuit het college Rita en Joris. Ja. Algemeen akkoord. Wie het zal worden, weten we niet. Maar het zal of Rita of Joris worden. Wij gaan in elk geval één vertegenwoordiger hebben. Oké? Dan hebben wij Katja voor de punten 10, 11, 12 en 13. Bewerving van werkstaten. Ja, algemene toelichting. Ik denk dat daar niet veel toelichting behoeft. We hebben de vorige gemeenteraad er ook een aantal stappen gezet om die werking te kunnen aanvatten in de herhaling van de woningraad Bunkerstein. Ik zeg dat de grote bottleneck nu is de bewerking van een aantal stukken grond. Ik ben heel blij dat we een paar stappen hebben kunnen vooruitzetten. Er moeten nog een aantal verwerkingen gebeuren, maar wat er hiervoor ligt zijn er alvast vier, drie aankopingen binnen en dan één gratis grondafstand die we echt nodig hebben voordat we de werken kunnen beginnen. Zijn daar vragen bij, collega's? Puntje 10, dat is een gratis grondafstand, algemeen akkoord. Ja. Puntje 11, voor de verwerving, algemeen akkoord. E 12, algemeen akkoord. 13, algemeen akkoord. Dat is puntje 14, in verband met de minder mobiele centrale. Burgemeester? Ja, de minder mobiele centrale is, dat is een project van voor corona, als ik me goed herinner. Dan heeft de provincie dat eens komen voorstellen.
De provincie ging al het werk op zich nemen gedurende 2 jaar. Maar na corona is dat stilgevallen. Dan heeft de provincie van zich niet veel meer laten horen. Zodat in de provincie samenleven het project nu toch gaan opstarten met vrijwilligers. We hebben dat ook gepubliceerd in de 1770. We moeten dat hier op de gemeenteraad goedkeuren. Dus ik hoop dat er vrijwilligers met de wagen zullen rijden. En die hebben daarvoor ook een kleine vergoeding, maar die staat gesteld op, ik denk, 0,36 euro of zoiets. Ja, maar die krijgen daarvoor een kleine vergoeding. Dus wij hebben vrijwilligers en wij zouden ook, en dat moet lukken, hebben ze mij gisteren gezegd, ook de vrijwilligers zouden ook kunnen. We hadden daar een e-mailadres, aan gekoppeld, maar we zouden er ook nog een telefoonnummer aankoppelen die ook de vrijwilligers onder elkaar per week zouden doorgeven aan de vrijwilligers die dan moeten rijden met de mensen. Ik ga gewoon graag een woordje uitleggen in de mobiele centraal. Van wie, van welke instantie gaat dat uit? Het gaat nu uit van het OCMB, van de gemeente. Dat is niet mutualistisch. Nee, nee, nee. Het is voor iedereen. Hè. Ja. Het is voor mensen die bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen die geen rijbewijs hebben. Hè, en die dan boodschappen moeten doen, of die bij hun zus in Limburg of aan de zee, of ik weet niet waar moeten geraken. Dus die kunnen daar ook beroepen. Iedere Lidekerkse burger kan daar appel op doen. Ja. Maar ze moeten wel onder een zeker inkomen zijn. Hè. Het is niet voor iedereen die. Het is inkomensgerelateerd. Dat wil ik het wel even bij. Dat is een bepaald alcohol. Ja, dat is. Maar voor de rest, iedereen, maar het is inkomensgerelateerd. Zijn we minder mobiel dan dat? Ik heb er een vraag over, Rita. Ik heb mij ook aangegeven als vrijwilliger om mensen weg te brengen terug naar huis. En ik heb in totaal 3 personen gekregen. En ik heb dus de prijs opgeschreven wat er normaal zou moeten voor betaald worden. En ik zou graag die som ontvangen, maar ik ga die doorstorten naar een hondenasiel. Ik denk niet dat ik nog iemand kan krijgen om te vervoeren, ik weet het niet. Het is nu 2 jaar geleden, dus. Met de corona is dat met de corona. En blijven die bewijzen geldig? Die briefjes, hoe lang blijven die geldig? Maar de prijs op staat normaal zo. Die zouden moeten binnengeven, niet? Die zouden moeten binnengeven. Die hebben moeten geweest. Als dat die niet binnengegeven worden, ja, dan weten wij dat niet. Hè? Ja, tot wanneer blijft dat geldig? Want die mobiele centrale krijgt er regelmatig nog reclame van in mijn brievenbus. Maar ik weet niet. We komen er nog en ik word niet om de 5 minuten. 18 euro gaan vragen om op een soort van die vraag. Zal ik in contact op met de dienst samenleven en zij zullen nu dan samenleven? Ja. Dan kun je het op een uur. Anders stuur je een mailadres. Ik zal u een mailadres sturen, dan kunnen we jou contact nemen. Dank u. Nog vragen? Ja, Dirk? Dat toch wel vreemd. Dat inkomsten gerelateerd is. Ik zou zeggen dat er een tarifering inkomsten gerelateerd is. Dan kun jij toch perfect minder mobiel zijn, goed vermogend, maar toch niet uit de voeten kunnen. En als die dan eigenlijk een hoger tarief betaalt dan iemand die geen inkomen heeft. Dan kan je een taxi. Eigenlijk is Dirk zijn vraag, wat doet de vermogende minder mobiel? Ja, dat is een allee, dat is ook mijn eerder iets voor iedereen. En hangt daar een tarief aan volgens het inkomen, dat die tarieven ook gestemd zijn. Ik denk dat ook een wetgeving is die dat bepaald. Dat mag niet zijn. Dan zijn wij taxis nog niet. Wij hebben de wetgeving bepaald. En dan moet gaan wij aan concurrentie vervolging. En dan op die vrijwilligers. Die willen reizen, snap dat wel eens ook, of wat is het dan ook rijden? Ik schrijf. Ja, dat is het plus. Dat zijn ook niet.
allemaal wel mensen die een miljoen mensen hier. Risa, geen voetballers pakken. Hè. Ja. We zijn zo mogelijk in de sport. En geen ander advocaat, oké. Geen nog vragen of tussenkomsten? Nee? Oké, puntje 14 is dus ook. Wat is de bedoeling? Natuurlijk, spijtig genoeg, natuurlijk. Ja, het zal zo moeten worden. Collega's, laat ons bij de zaak blijven en overgaan naar het puntje 15. Ja, alsjeblieft. Vrijheidskompas, ik heb de Jasper is gewoon een kans te passen, dat eigenlijk alles allemaal op de intentie om die termijnen dan wat vrijer in te zijn. En we hebben nu ook daar de intentie om die pas voor nu aan te nemen. Net te bekijken of we daar dan niet beter mee doen. Alles hier, alles wat die woningen wat in de moest. Vragen? Alsjeblieft. Ja. Dank u. Eerst en vooral alle begrip voor de besparingsmaatregelen. Maar toch nog twee kleine opmerkingen. Bijvoorbeeld één, van de meerkost waarvan sprake is, kan deze meerkost of een deel daarvan gewoon niet verdeeld worden onder alle vasthouders. Zijn het tenslotte de genieters ervan? Dat is één opmerking. En twee, een verlenging van de geldigheidsduur maakt de onkosten inderdaad draaglijker. Maar, bijvoorbeeld, wat als de toekenningsvoorwaarden van een houder binnen de verlengde termijn, het langer maken dus, de verlengde termijn, dat deze houder het recht van verder gebruik en zegt wordt, bijvoorbeeld voor meer inkomen. Dat is mijn vraag. Welke controle is hierop voorzien en kan de eventueel de verleden steun die al uitbetaald is aan die persoon en die wordt teruggevorderd voor de vaststelling van het fraude? De vernagen. Die meerkost, ik heb hier net opgekeurd, dat is 1250 euro. Dus dat is 1250 euro die we niet moeten betalen voor die pasken van te maken voor een jaar. Dus, als je één masker maakt, dan moet je twee keer elk jaar inmaken, dat is dat bedrag. Hè. Maar dat is inderdaad zo dat natuurlijk daar een beetje de bloeds met een buil is, als je twee jaar hebt ten opzichte van een jaar. Als je natuurlijk een pasje hebt van een jaar, en als zes maanden, dan zit die ook niet meer. Ja, dan zit er ook met die periode natuurlijk dat iemand daar een beetje onrechtmatig geniet van een bepaald voordeel. Nu is het ook zo dat we dat ondervonden hebben door de jaren heen, want we hebben dus al vele jaren, dat dat straalt. Grote modo, 98% en 99% stelkens dezelfde personen zijn. Af en toe valt daar een keer iemand van tussen, maar dat is het. Alleen, als je dat afweegt ten opzichte van de kost die je moet maken, van die 1250 euro, ten opzichte van die 5-7 personen op die 800 die daar van tussen vallen, ligt dan ook om daar te zeggen, we gaan dat jaarlijks maken ten opzichte van tweejaarlijks. En doorrekenen, ja, het is natuurlijk ook de bedoeling van de mensen daar. Voordeel te geven om aan hen kosten bij te rekenen, dat is ook niet echt de bedoeling natuurlijk. Hè. Dan heb je enig idee van het aantal gebruikers? Ja. 800. Dat is je pas gekregen, hè? Ja. Noodzakelijk vindt iedereen dat, maar ja. Dat is 1,5 euro een verhoging natuurlijk. Oh, ja, goed. Voor die doelgroep is het €1. Hè. Allee, ja. Het is nog gewoon niks, maar het is wel verhoogd tot 25%. Ja, het is nog een verhoging naar 25%. Dat is ook mooi, hoor. Ja. Het is toch ook deel van dat. Die kost het ook te rekenen. Dat is het college van de SGP. Oké. Is nog de sowieso? Ja, dankjewel. Als je binnenkomt? Ja.
Dan hebben wij de samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen, burgemeester. Ja. Voor de sport zitten willen wij naar de toekomst kijken. Daar liggen nog heel wat gronden, maar ook toegangswegen. Daar gaan we zo gaan halen, gaan we die anders leggen. Dus wij willen daar rond een visie ontwikkelen. En dat is toch wel een serieus werkje, als ik het zo uitdrukken. Het is de bedoeling van een studiebureau daar ook in te schakelen, die het bij gaat helpen. Worstelen, maar ook qua participatie met de clubs, met de omwonenden en zo verder. En het is zo dat wij gaan babbelen zijn met de noordpaderen, dus met de schaatsbaan. Dat daar in het midden eigenlijk van ligt. En wij zijn blij dat die bereid zijn om samen met ons dat te trekken. Het is ook zo dat die er de nodige expertise al in hebben. En ook een leuk dingetje is dat ze voor 50% willen deelnemen in de kosten. Dus, ik zal zeggen, niks dan voordelen. Dat ligt hier nu op tafel. Dus samen met de plus, maar ook de onbedoeling om te kijken van onze voorzitter. Vragen? Algemeen akkoord? Ja. Ik dank u. Dan heb ik de 17 en doorgeven. Ja. Dus mensen van het kerk, heb ik onze mevrouw boodschap willen de verwarmingsinstallatie van het kerkgebouw vernieuwen. En ze zijn overeenkomst gaan dat deels financieren met eigen middelen. En voor een deel gaan ze een lening aangaan. En dus ja, we gaan die vanuit. Vanuit de gemeente prijsaanvraag sturen om een lening voor de vernieuwing van de chauffageinstallatie van de kerk. Vragen? Algemeen akkoord? Ik dank u. Puntje 18. Een aanpassing van de raming van de bijdrage voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Dat is een supplement van €3.090. Moet daar uitleg bij gegeven worden? Ja, dus de verhoging is van de rekening gehaald met de indexering van de loon van het administratief personeel. Dat onder dat onderschat is blijkbaar. En daarvoor dient dus een aanpassing te gedaan. Algemeen akkoord? Ja, ik dank u. Mevrouwen, mijn heer achteraan in de zaal. Mevrouw, mijn heer achteraan in de zaal. Er blijft nog een puntje dat in de besloten vergadering moet afgewikkeld worden. Bedankt voor uw aanwezigheid.